Yo, Vaco Gamers, Lush hier. Welkom terug bij meer Call of Duty World at War. We komen steeds dichter bij het duistere hart van Nazi-Duitsland. We komen steeds dichter bij Berlijn. En we zitten nog steeds aan onze tjoek-tjoek. En wij gaan proberen om Berlijn te veroveren. En voordat je Berlijn kan veroveren, moet je eerst de buitenwijken van Berlijn veroveren. En dat doen wij in Rings of Steel op 23 april 1945. Yay! Daar gaan we weer. Tjoeke tjoeke in de trein. Lijkt potverdorie wel de 26e klas van de NS, joh. Verschrikkelijk. On the Führer's birthday. Ah, we gaan hem een cadeautje brengen. We gaan natuurlijk de Führer een cadeautje brengen. Dat is netjes. Die man is jarig en als je jarig bent krijg je een cadeautje. Zo werkt dat. Dat werkt zelfs zo voor onze Russische vrienden. Soldiers. Ah, we gaan hem soldaten brengen. Dat is goed. Hoera! Hoera! Hoe noemen die gasten dat? Hoera! Daar gaan we. Checkpoint reached. Get out of the train. Dat was makkelijk. Keep moving. Oké. Als jij het zegt, dan zal ik het wel doen. Ik ben heel netjes, ik ben heel braaf en ik doe precies wat mijn hoofdbewaakmeneer me zegt. Waar zijn ze dan? Ik zie ze niet. Oh, daar. Hallo. Nee, mag niet. Niet het raam open doen. Dat is er weer een minder. Zit er eentje met een rocket, hè? Smicht. Dat is niet zoals het hoort. Die dingen zijn hartstikke gevaarlijk, jongens. Moet je vanaf blijven. Kijk, er kruipt er al eentje weg. Loveback. We moeten net moeten het moederland verdedigen, hè? Jij gaat achter een wasbak zitten. Love noemen we dat. Hup. Op PPSA 41. Oh, nou. Zit er eentje daar? Als ze daarop schieten. Waar komt dat ding vandaan dan? Oh, daar. Oh, dat was de kerktoren. Dat was zonde. We hebben zo lang over gedaan om die kerk te bouwen. Jij sloopt hem binnen een paar seconden. Hoppa. Voor PPSA 41. Ja, ik ga toch even swappen, jongens. Met deze in ieder geval. Het pistooltje kan ik wel missen. Er zit er daarboven eentje. Oh, shit. Wegwezen hier. Het is levensgevaarlijk. Oh, en nu ben ik echt gewoon dood. Let op. Er zit er zo meteen eentje in het hoekje hier. Toch niet. Nou, ik had. Terwijl we aan het wachten zijn op meer gezondheid, kunnen we in ieder geval herladen. Dat is iets wat we wel kunnen doen. Het schiet niet echt op, hè, jongens. We moeten een beetje doorlopen. Even wat meer advance for the motherland, hè. Whee! Eliminate panzerschrecks. Oké. Wat zal ik doen? Zit hier nog eentje? Nee, zit er geen een. Wel een panzerschreck, maar die is dus al dood. Nou, pakken we deze. Oké, hoeft niet te herladen. En mikken en knal. Mikken en knal. Mis. Mikken en knal. Weer mis. Mikken en knal. Derde keer. Vierde keer dan. Missen en knal. Vierde keer was raak. Hè? Eindelijk. Ga weg met je MG. Ga weg met je wat je aan het doen bent. Ga jij weg met je geweertje. Jij helemaal weg. Jou mag ik niet. Jij bent lelijk. Dus jij moet ook dood. Jongens, jullie zijn tanks. Als jullie nou eens even een beetje meehelpen. Laten we de tik. Auw! Nou heb je het gedaan, jongen. Nou heb je het helemaal gedaan. Zo. Hé. Hey. Doe dood. Eikel. Zit er daar nog een? Heb ik hem nou raak of niet? Jij was dood. Als jij dood bent, dan moet je dood blijven. Duitsers die snappen dat niet natuurlijk, hè. Dat snap ik ook wel dat ze dat niet snappen. Ja, dat is een panzerschrek inderdaad. Hup. Als het met gewoon pistolen niet kan. Wat heeft die gast? Waarom gaat hij niet dood? Als ik zeg dat jij dood gaat, ga je dood, verdorie. Sovjetische troepen, ja die zijn het inderdaad hier. Dat is die. Die had ik al. Toch? Nee, ik wil geen panzerschrek, ik wil die. Geef mij die terug. Goed zo. Zijn de tanks al opgeschoten? Oh, ze zijn er al, joh. Ik was voor niks hier aan het chillen. Ik vond het zo gezellig in het huis. Kun jij mooi even herladen, Petrenko? Nog eentje, daarboven. Smiecht. Stinkert. En jij... moet ook dood.
Move forward, comrade! Het is helemaal niet gezellig in dit gebouw. Ik vind hier niks te doen. Niks te doen hier. Dat is er weer een minder. En daar, en daar. Low ammo, uh-oh. Vrolijke verjaardag, vuurder. Allemaal even de vuurder een vrolijke verjaardag wensen, jongens. Die man is jarig. In ieder geval bijna jarig. En dan moeten we hem wel feliciteren, dat is netjes. Low ammo, oh shit. Moet ik het hier weer mee doen, zeker? Ja hoor. Ik moet het hier weer mee oplossen. Oh, zijn ze daar al? Hadden jullie me nou niet even kunnen roepen? Ik wil op jouw tank. Mag ik op jouw tank zitten? Ik ben veel te lui om te lopen. Ik ben een hele luie soldaat. Sorry, ik wilde niet op je tank gaan zitten. Echt niet, want die gast die gaat mooi met zijn tank dwars overal doorheen. Get inside the asylum. Uh-oh. Ik wil helemaal niet naar het asiel. Panzerschrek, waar? Waar dan? Hij liegt gewoon, hè, die soldaat. Hou bij je, ik hoef hem niet. Dit is het asylum, jongens, niet dat. Dus wat jullie daar allemaal aan het doen zijn. Vang maar een granaat. Eat my nut. Het zijn hele fijne granaten. Echt een Russische kwaliteit. Voor mij heb ik echt het slechtste Russische nepaccent aller tijden, jongens. Echt waar. Er is nog nooit zo'n slecht nepaccent geweest als dat voor mij. Maar het is toch wel leuk om te doen. Want we zijn tenslotte Russen. En echte Russen moeten met een Russisch accent praten. Beetje à la Nico Bellic in GTA 4. Daar nog eentje, was je net dood aan het gaan. Van waar zitten komen die panzerfaust dingen vandaan? Hoe heet die dingen? Panzer Shreks. Ik dacht dat die dingen panzerfaust zaten, heten. Oh shit! Low ammo, ja moet maar even. Het werkt wel. Low ammo is ook ammo, hè? Zo, en jij? Komt het vandaan? Ik hoor wel dat ze hier zijn, maar ik zie niet waar ze zijn. Checkpoint reached, dat is goed. Lijkt wel of ze van recht van boven komen. Oh, hij was al... iemand was me voor. Zo. Jij neemt het over van hem, dan moet jij dus ook dood. Hoppa, oh jeze. Hé, hey, wat denk je dat ik aan het doen ben, vriend? Ah, ik ben geen voetbal aan het kijken. Ik probeer toch echt het asiel te veroveren. Omdat het van jullie moet, hè? Oh, sorry, private. Ik heb de private geslopt. Oh, scheisse, ga toch even weg, man. Niet op mijn vrienden schieten, dat doen we niet. Dat is niet zoals het hoort. Oh, shit, achter de boom. Snel. Is die weg? Is die weg? Ik ben bang voor hem. Hij wilde op mij schieten, dat vind ik niet netjes. Hey, private. Waar zitten die... Vang! Ik hoef die dingen bij jou niet. En daar. En jij. Weet je wat? Ik dacht echt dat ik jou doodgeschoten had, vriend. Ik had jou terecht te pakken. Nou, doen we het nog een keer. Pak ik je toch nog een keer. Zo. Opgelost. Opgelost! Geen probleem meer. Oh, jawel. Wel een probleem, want hij is er ook nog. Zeg, wat heeft die gast een hard hoofd of zo, hé? Ze komen steeds terug. Is dit de plek van de nazi-zombies of zo? Heb ik hier nazi-zombies gespeeld? Dat zou wel een hoop verklaren. Ga, dood man. Je weet toch niet hoe ik kan winnen, hè, van ons? Misschien een helm, meneer, is handig. Het is geen overbodige luxe, hoor, een oorlog en helm. En jij. Heb ik trouwens nog een mes? Ja, ik heb een mes nog. Oh, die kan ik dus ook gebruiken. Aha, nou dan doen we dat toch ook lekker binnenkort. Oh, lekker een beetje knijfen. Wat staat erop? Geisteskranke asielen van Duitsland. Ja, ja. Nou, gezellige boel hier jongens. Checkpoint reached. Wat een sfeertje. Ik weet zeker dat ik hier nazi zombies heb gespeeld. Ja, en naar zombies dus. Upstairs, gezellig. Oeh, bloed. Het is echt Russisch bloed. Of nee, Duits bloed. Uri? Wie is Uri? Oh. Sst. Even stil, vakkenkemmers. Sst. Move carefully,
Daar was de trein. Ah, ze zitten daar. Oh, wacht. Oh. Ze zitten allemaal in de keuken. Ze zijn natuurlijk bokworsten voor mij aan het maken. Hè? Wat een aardige Duitsers. Koleren. Granaat. Oh, die was van mijn comrade. Hup, en daar. Scheiße, ze moesten niet met granaten gooien. Dat is niet zoals het hoort. Weet je wat, als jullie bokworsten serveren, dan zorg ik voor de wodka. Vangen. Ah, mis. Nog een keer. En wodka. Hartstikke lekker. 55%. Dat is heel gezond voor jou. Zeker in koude winters. Moet je gewoon lekker 55% vodka zuipen. Niet dat ik dat ooit doe. Maar ik kan het in ieder geval doen alsof, toch? Ik heb ook nog nooit eerder echte Duitsers afgeschoten hoor, dus... In dit spelletje doe je soms wel een beetje als... Oh, scheisse, hou bij je. In dit spelletje doe je soms alsof, hè? Vang! Echte Russische kwaliteit, vriend. Boom! Boom! En boom. Hij doet weer mee, die vent. Hup! Blijven leren. Ik had hem wisselen we hem even met dit ding. Het moet maar. Zit even... Oh, sorry, private. Ik schiet op de private. Get on that MG. Waar? Oh, daar. Neem mijn vodka. Shell een lekkere vodka. Bang. On the roof. Waar dan? Ik zit er op het dak. Hier gaan ze op het dak. Heb ik net uitgeroken met mijn vodka. Zo. Ja, man, wat ben ik er aan het doen? Wat denkt die gast dat ik aan het doen ben dan? Aan het chillen ofzo met mijn Duitse vrienden. Echt niet. Ik ben heel hard aan het bezig om Duitsland te veroveren. Als jij dat niet kan waarderen, Reznov, dan ga je maar wat anders doen. Dan ga je maar tuinbonen verbouwen ofzo. Maar dan moet je geen soldatenleider worden. Doe eens even niet, man. Je schiet je eigen gebouw kapot, hè, dat weet je. Nee, niks met je panzervuist. Haha, dat is vuurwerk in de lucht. Vier maar vast de verjaardag van de vuur. Daar waren ze toch allemaal bezig. Dan kunnen ze net zo goed nog een keer doen. Oh, in zijn ballen. Die zal pijn doen. Auw. Nou, als we de vuren nog tegenkomen, schiet ik je ook even in zijn ballen. Want ik mag die vuren niet echt. De vuren van Nazi Duitsland was geen vrolijke vent. Schijnt, hè. Ik heb hem nooit gekend. Misschien was het wel een hele aardige vent. Zou zomaar kunnen. En ik vind dat je nooit over mensen moet oordelen zonder dat je ze kent, hè. Nou, ik ken de Führer niet, dus ik kan niet over hem oordelen. Maar het schijnt een heel onaardig baasje geweest te zijn. Ah, mank me bezig. Even geduld. Zo, beter? Sovjetische troepen nemen vodka mee voor jou. Gratis en voor niks. Wij zijn hele aardige Sovjetische troepen, ja? Mis. Mis, mis, mis en nog een keer mis. Die is wel raak. Oh, kijk, hij helpt met mij mee. Hou bij je die zooi. Ik hoef je granaten niet. Hey, mijn vriend. Hè? Huh? Zo, die voor jou. Dat is de eerste die ik met een knife kill. Gewoon omdat het moest. Dit was gewoon eentje die dat echt verdiende. Om op een meest vernederende manier afgemaakt te worden. Weet je, mijn vrienden slopen. Hè? Huh? Denk je dat het aardig is of zo? Duitsers moeten eens even leren hoe het is om aardig gevonden te worden. Zo. Dat is wel efficiënt, zegt dat mes. Ga ik vaker gebruiken. Werkt prima. Maar die granaten werken ook prima. Die komen tenminste hard aan. Boom, boom. En ik zat er precies middenin. Oeh, lek. Kan ik in de tussentijd mooi even herladen. Hoe minder Duitsers hier zijn, hoe blijer ik word. En dat hebben zij ook goed in de gaten. Want ze smeren hem. Smeren hem, die mallets. En dat is er weer één. En dat. Ik ga hier kop schieten. A tanks are advancing. Dat is goed. Neem een granaat om het te vieren. Whee! Ze gaan er vandoor. Lafbekken. Dit is jullie hoofdstad, man. Die moet hem verdedigen. Wat heb je namelijk soldaten die de hoofdstad niet verdedigen? Leroy Jenkins! Ik heb geen wodka meer om uit te delen, dat is jammer. Ik had hier graag een feestje van gemaakt. We zitten tenslotte in Berlijn, dat is hartstikke gezellig hoor in Berlijn. Ga weg, man. Checkpoint reached. Ja, ik zit even te chillen achter deze boom. Het
Het is hier hartstikke gezellig achter mijn boom. Jullie zouden het ook eens moeten proberen. Vaco Gamers, als je ergens wilt chillen, achter een boom terwijl je beschoten wordt. Aanrader, echt. Echte aanrader. Oh shit, hou toch op man. Ja, de stad is kapot. Alles is kapot, ze moeten alles weer opnieuw maken. Alle ramen zijn kapot. Behalve deze. Even kijken, kijkt er niemand? Nee, er kijkt niemand. Ja, nou is het laatste raampje ook kapot. Oh nee, toch niet. Jawel, toch wel. Ik ben een echte vandaal. Ik sloop heel Berlijn. Waar zit jij? Schoot hier eentje de panzerfaust vandaan. Jij! Ja, ja. Who dare to resist the will of the Red Army? Zal ik vast oera gaan roepen voor de Führer? De Führer is bijna jarig, hè? Abandon all hope. Oera, dat zei ik. Oera! Vaco Gamers, vergeet niet om te abonneren. Vergeet geen groen duimpje achter te laten. En vergeet niet om een comment achter te laten hoe ik het aan het doen ben. Volgens mij doe ik het vrij aardig. We gaan op weg naar Berlijn. Daar zijn we al, maar we gaan richting de Rijksdag. 1945 is het einde van Nazi-Duitsland. Tenminste, dat hopen we dan maar. Ik zie jullie de volgende keer graag terug bij meer Vaco Games. Mazzel! Kijken jullie ondertussen deze cutscene maar even. Is goed voor de geschiedenisles. Mazzel!